Ik ga niet zoals mijn ouders. Oh, ik schrik me dood. Goedemorgen. Ik ging vandaag, want het is vandaag zaterdag, voor zo'n lekkere easy zaterdagochtend. Weet je wel, lekker niks. Het was 10 uur. Er waren hier al 5 verschillende mensen geweest. En dan 4 keer was de deurbel gegaan. Echt. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Welkom bij Hans Leven. Dus nu ga ik een beetje voor een easy late zaterdagochtend. Maar één van die mensen, die bracht super lekker donuts. Super goede donuts. Echt van die super zachte donuts. Kijk, echt super zacht en fluffy. Nou, hij staat niet scherp, maar je snapt het punt. Ja, dat is die van jou. Maar, oh, zo lekker. En gisteren hadden we die ook al gekregen en nu weer. Maar dan een boodschap voor die andere 3 mensen. Ja. Dit is hoe het moet. Something went wrong. Als jij 's ochtends bij ons aanbelt, ja. Ik dacht, het is wel leuk om je te laten zien. Mag wel, kom. We hebben dus al onze meubels naar boven verplaatst, want ik werd gillend gek van al het stof. En ik was elke week aan het schoonmaken en ik dacht, waarom ben ik hier nog mee bezig? Ik moet gewoon alles naar boven verplaatsen. En Hans had een deel hiervan in de kamer gedumpt. En ik denk, waarom maken we niet gewoon een leuke, gezellige kamer van? Dus kijk nou, dit is dus ook waar Charlie nu slaapt. We hebben er gewoon echt een huiskamertje van gemaakt. En het grappige is, zodra ik deze kamer binnenkom, voel ik me ook meteen thuis. Omdat gewoon al onze spullen hier staan en het is echt een beetje onze woonkamer in mini. Maar goed, oh, het is zo koud hier. Ik weet nog wel dat ik vroeger altijd dacht, ik ga niet zoals mijn ouders. Oh, ik schrik me dood. De rolluiken zijn dus kapot. Dus we hebben de rolluiken zo half vast zitten. En als je dan dus het raam dicht doet, en degene die het raam heeft open gedaan, Hans, we moeten het dan weer vastbinden, want anders dan rust het rolluik op het raam. En als je het raam dicht doet, dan valt hij naar beneden. Maar goed, ik zei altijd vroeger, dat wilde ik vertellen. Ik ga nooit zoals mijn ouders overal de ramen open. Want het was altijd koud bij mijn ouders in huis. Gewoon boven en beneden en zo. Ik was heel bang dat deze rolluik ook naar beneden zou vallen. En nu ben ik echt hetzelfde als zij. En we hebben het bed niet opgemaakt. Maar nu ben ik echt hetzelfde als zij. Echt de hele ochtend wil ik alles lekker gelucht hebben. En straks dan is het middag en dan wil ik het eigenlijk nog een keer allemaal luchten. Want dan gaat alles weer muf ruiken en zo. Maar dat heeft wel als resultaat dat het constant overal heel koud is boven. En dat doet me zo denken aan mijn ouders. Not in a good way. Dus, maar weet je, hoe vaak luchten jullie? Zeg maar echt alles. Maar ik doe 's ochtends alles luchten. Dus de badkamer natuurlijk als we gedoucht hebben en zo. En Charlie, onze slaapkamer. En meestal doe ik het tegen de lunchtijd weer dicht. Maar wat ik nou soms heb, is dat als ik 's middags dan even boven ga werken en ik kom 's avonds weer terug, dan ruikt het gewoon weer hier muf. Dus dan wil ik het eigenlijk weer luchten. En tegenwoordig houden we 's nachts ook het raam open. En dan de rolluiken naar beneden en dan komt er nog wel frisse lucht 's nachts binnen. Ik kan er niet tegen als de kast er open staat. Dus dan komt er 's nachts ook nog lucht binnen. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met luchten. Goed, het is nu 1:15 en we hebben heel veel honger. Maar wat ik altijd doe, is dan weet ik dat het lunchtijd is. En dan denk ik, oké, snel nog een rotklusje doen. En dan pas mag ik lunchen. Dus we hebben afgesproken, we gaan eerst boodschappen doen en dan pas mogen we lunchen. In de hoop dat we er iets meer vaart achter zetten, zowel in de winkel als hier thuis. Zullen we gaan? Yes! Kom. Oh, nog maar eentje. Of niet? Oh, nee. Oh, nee. Nog wel meer. Ik wil dat Hans heel snel het plafond afmaakt, zodat we heel snel samen die roedes gaan maken. Daar kijk ik echt zo naar uit om dat te doen. Dat is leuk, hè? Ja. Ik hoop dat je opschiet. Nou, oké. Let's go. Oké. We hebben dus, Hans en ik, we waren net aan het kletsen. We hadden net het woord, we hebben altijd één woord. We maken heel vaak grapjes tegen elkaar. Vooral ik naar jou eigenlijk. Eigenlijk maak ik de meeste grapjes naar jou toe. Welkom in pizzeria. Alfredo! We zijn een soort van kleine pizzeria begonnen. Ik heb heel veel pizza's. En daar in die schaal zitten nog meer pizza's. Ik ben bevroren pizza's aan het maken. Dus zelfgemaakte bevroren pizza's. Want ik mis het soms een beetje. We kopen eigenlijk bijna geen kant-en-klare dingetjes meer in de winkel of zo. Wel soms. Maar meestal, ja, ik volg dus Weet Wat. Ze zijn meestal mijn punten niet waard. Dus
toen dacht ik, waarom ga ik niet zelf bevroren pizza's maken? Dus deze zijn nu allemaal half gebakken. En die zijn nu aan het afkoelen. Deze is al afgekoeld. En die ga ik dan beleggen. En die gaan dan in de vriezer. Zijn die heel goed gelukt? Zoals je deze bijvoorbeeld is niet zo goed gelukt. Deze is wel goed gelukt. Maar deze is niet zo goed gelukt. Want die heeft een beetje gaten en zo. Oh, het is straks saus op en dan zie je er niks meer van. Welkom in Pizza Alfredo. Dit is wel de perfecte muziek, hoor je het? Ja, mooi achtergrondmuziek. Nee, het is echt Italiaanse muziek. Zet de Lizzie McGuire show, ja. Dit is On the Evening in Roma. Ik vind het echt heel gezellig. Evening in Roma. Kom, en dan moet je met mij gaan dansen. Nu moet jij zeggen van, wil je dansen met mij? Of wil je dansen met mij? Ja, jij moet het ook gelijk heel houterig doen. Oké. Okay. Oh ja, wacht, dat is het einde nog. Maar dat is niet Italiaans toch? Oh, niet met deze dans. Het is heel romantisch als leven kan zijn. Zo, kan zijn. Zo niet gezet. Ja. Nou, eten met mijn vrouw. Oké, ik dacht dat deze groter was, dus dat jij deze wilde. Oh, als groter wil ik hem. Como belle c'è la luna brille strette strette con butto belle fastidia sotto il cielo di Roma. Down each avenue or via street or strada you can see him disappearing two by two. On an evening in Roma. Oh, dit is echt zoveelste keer de overvalt uit. Alweer. Ja, maar dan, nee, hij valt niet uit. Hij doet niet meer. Ja, en dan doet hij dus niet meer, zeg maar. De zekering springt dan. Dus ik heb een setje zekering gekocht. 10 stuks. Voor was een euro of zo. Dat is heel weinig. En, we hebben er nu nog maar 4 over. Want hij gaat dus iedere keer kapot. En we zeggen, oh, we hebben echt snel een nieuwe oven nodig. Sowieso nieuwe. We kunnen ook... Oh, pardon. Sowieso een nieuwe keuken natuurlijk. Kun je dus... ook in de pan bakken. Ja, maar nu kan ik dus de zekering niet verwisselen, omdat die zo heet is nu. Want hij was wat voorwarmen. Wil je nu wachten tot de macht ons afgekoeld of wil je ze in de pan bakken? Ik zal even kijken of het lukt, hoe heet die is. Ik zal hem zo draaien even pakken. Ik dacht net nog, toen we het aan het maken waren, toen dacht ik nog... Zul je zien. Vlak voordat wij onze laatste pizza willen bakken, doet die oven het. En echt 2 seconden later, poef, valt die echt uit. Misschien was die tik wel dat er iets kapot ging van binnen. Dat het nu helemaal niet meer werkt. Oh, dat is ook... Kunnen ze in de airfryer? Even serieus, zou ik dat eens opzoeken? Pas wel in die bak, denk ik. Zou ik eens opzoeken of dat... We hebben dus sinds kort, sinds gisteren, een airfryer. Oh. Die wilden we zo graag. Ja. Mijn moeder heeft er één en nu wilde ik ook één. Ja. Als het mijn moeder heeft. Maar hij is nog onaangetast, zoals je ziet. Ja. Nou, dat zou kunnen. Hij heeft zijn eigen stoel zelfs. Ja. Tada! Oh, Chief, dit ziet er zo goed uit. Ik heb hier zo'n zin in. Schiet nou toch op, Chief. We gaan altijd... We zetten eten net op tafel. Jij moet pasta. Nee, ik moet. Ja, dat hoef je niet te weten, schatje. Oh. Ik heb zo'n zin in dit eten. Ik moet echt denken, wie heeft dat? Ik hoor nooit iemand zeggen... Iemand zegt altijd, ik moet nodig plassen. Maar ik moet echt in één keer... Moet ik poepen. Ik kan er niks aan doen. Nee, je hoeft het ook niet te vertellen. Oh, oké. Dit was hem even voor vandaag. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Bedankt voor alle reacties die we gisteren hebben gekregen op onze vlog. Het was echt heel leuk om dat te zien. En ook zo leuk om te lezen dat heel veel van jullie ons ook hebben gemist. Echt heel schattig. Wij hebben jullie ook gemist. Dat was ook heel gek, want ik wilde dan typen. Ja, maar wij hebben jullie ook gemist. Maar ja, ik vond het heel erg lief. Bedankt voor alle reacties. En we zien jullie morgen weer. Doeg! Fijne zondag nog!